Let me take a selfie. Nou, ik ben Sophie en 24 jaar. Samen met Jorrit run ik de website Lekker en Simpel. We zijn nu ongeveer 3 jaar bezig en ja, daar op Lekker Simpel plaatsen we elke dag recepten en een artikel wat met eten, drinken of koken te maken heeft. Ja. En wie is Jorrit? Jorrit is mijn vriend. Jullie zijn een koppel en gaat dat goed samen? Ja, maar Jorrit die werkt fulltime en hij doet het een beetje in het weekend en 's avonds en ik doe het gewoon de hele week. Dus dat is wel goed zo'n beetje gescheiden. Maar doen jullie allebei ook hetzelfde qua recepten? Nee, ik doe eigenlijk bijna alles. Gewoon koken, typen, foto's maken. En Jorrit helpt gewoon af en toe als we een recept maken. Of samen bespreken we dingen, mailtjes beantwoorden, dat soort dingen. En je bent dus 3 jaar bezig. Ja. Was je al tijdens je opleiding bezig met je blog? Ja, ik ben nog steeds aan het afstuderen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is een beetje uitgesteld door de website. We zijn begonnen toen we allebei studeerden en... Ja. Wat studeerden jullie? Ik studeer informatie en media en Jorrit doet rechten. En ik ontmoette jou een tijd geleden en toen vertelde je mij dat je 200.000 bezoekers op je blog had. En toen viel ik zo wat van mijn stoel af en toen vroeg jij mij, weet ik nog, is dat veel? En toen zei ik, ja, dat is bizar veel, maar inmiddels is er denk ik wel heel wat gebeurd daarin. Ja, klopt. Inmiddels hebben we alweer een heel stuk meer. We zitten nu op ongeveer rond 40.000, uniek per maand. En, ja, ik vergelijk onze website nooit zo met anderen, dus ik weet gewoon niet echt. Ja, als ik het hoor, dan klinkt het heel veel, maar je kan je ook niet echt voorstellen hoeveel het is. Want wat me ook opviel bij jouw doelgroep is dat ze ouder zijn dan jij, gemiddeld. Ja, klopt. Dus het is een beetje alle leeftijden, maar we hebben inderdaad ook wel een heel groot deel wat een stuk ouder is. We hadden laatst een enquête en toen zagen we dat het echt gewoon ook jonge mensen zijn, gewoon eigenlijk alle leeftijden. Maar op Facebook is het volgens mij het grootste deel iets van tussen de 30 en 50 of zo. Ja. Ja. Dus echt gewoon mensen met een gezin en die werken en die dan wat snel op tafel willen zetten. Ja, want waar moet een blogpost voor jullie aan voldoen? Nou ja, een recept moet gewoon lekker en simpel zijn. Het spreekt voor zich. Is dat dan 30 minuten bijvoorbeeld? Of nou, dat niet. Het is wel vaak snel, maar soms is het ook gewoon een gerecht van... Je moet even wat dingen schillen en dingen in een schaal doen. En dan nog even bijvoorbeeld 40 minuten in de oven, zodat je ondertussen wat anders kan doen. Dat soort gerechten hebben we ook. En bedenk je alles zelf? Ja, ik zit echt gewoon uren op Pinterest en in kookboeken en in tijdschriften te kijken. En dan op een gegeven moment denk ik, oh ja, ik kan dit allemaal een beetje bij elkaar doen. En dan kan ik dat maken. En wat zijn de populaire recepten op jouw blog? De kipsalon. En er is ook eentje die de hele tijd terugkomt. Prijsschotel met gehakt. Ik snap... Prijsschotel met gehakt? Ja, ik weet niet waar die vandaan komt. En dat recept hadden we echt helemaal in het begin ergens gemaakt. Dus dat was een super lelijke foto. Dus laatst dacht ik, nou, ik moet dit recept even opnieuw maken, want het ziet er niet uit. Dat was even met de iPhone volgens mij nog gemaakt. Zo in het donker, zodat je het bijna niet zag. En werk je ook samen met bladen, begreep ik? Dat je voor Flair blogt of vlogt? Ik maak 2 filmpjes per week voor de website van de Flair. Dus dan maak ik gewoon 2 receptenfilmpjes. Je verdient geld met je site. Hoe werkt dat? Ik werk samen met BlogToday en we verdienen geld via advertenties op onze website en betaalde artikelen. En hoe gaat dat dan in zijn werk als er een adverteerder is? Ik krijg vaak door van, dit is het merk en ze willen zo en zo'n soort blogpost. En dan ga ik de foto's maken, ik bedenk de tekst en dan stuur ik dat op, dat wordt nagekeken. En dan in principe meestal zijn er een paar kleine aanpassingen en dan gaat hij al snel online. Wat verdien je daar dan mee? Ja, een fulltime salaris. Een fulltime salaris, dat is netjes. Ja. En word je veel uitgenodigd bij productlanceringen bijvoorbeeld? Ja, ik heb heel veel uitnodigingen, maar omdat ik het zo druk heb met koken en de typen en alles. En dan ondertussen doe ik ook nog een beetje afstuderen. Wil dat er niet zo vaak van komen, want het kost toch wel heel veel tijd om naar Amsterdam te gaan en dan daar naartoe. En dan, het moet wel heel leuk zijn, wil ik erheen gaan. En hoe ziet een dag er dan bij jou uit? Over het algemeen ga ik vaak boodschappen doen. Dat is bijna elke dag. Ja. Af en toe word ik ook wel scheef van. Vandaag was ik nog een recept aan maken. Toen dacht ik, nee, shit, ik heb nu appels nodig. En ik was net in de supermarkt. En toen moest ik weer rennen naar de supermarkt. Maar goed, in principe veel koken, boodschappen doen, fotograferen, typen, mails beantwoorden. Dat soort dingen. Dat gaat altijd door. En dan soms nog afspraken of events. En je noemt het typen, maar je bedoelt ook schrijven. Ja, schrijven, typen. Ja. Artikelen maken, recepten uittypen, foto's bewerken, erin zetten en online. Ik zeg wel eens, foodbloggers hebben eigenlijk de lastigste
categorie gekozen. Omdat je moet schrijven, je moet fotograferen, je moet ook nog stylen. En je moet ook nog koken en de recepten bedenken. Ja. Dus dat is wel heel veelomvattend. Het is ook veel. En het lijkt altijd makkelijk, hey, gewoon even een receptje online zetten. Maar er zit wel heel veel achter. Je moet eerst nog bedenken en dan nog naar de supermarkt gaan. En het dan nog maken en fotograferen. Ja, precies. Dus. En fotograferen, heb je dat jezelf eigen gemaakt? Ja, we begonnen ooit met de iPhone. En toen gingen we naar een iets ingewikkelde camera. Dat was een systeemcamera, geloof ik. Maar dat vonden we eigenlijk helemaal niks. Dus die hebben we snel weggedaan en toen zijn we voor een spiegelreflex gegaan. En ja, we zijn een beetje gewoon via internet heb ik het gelezen en boekjes en zo, dat soort dingen. En nu wordt het steeds beter in, maar niet super goed of zo. Nee. En wat voor rol speelt social media bijvoorbeeld bij jou? Met onze website? Ja, Facebook is dus heel belangrijk. Ja, Facebook is heel belangrijk. We doen ook wel aan Instagram, omdat het natuurlijk met foto's wel goed werkt. Maar ik heb niet het idee dat we heel veel traffic daardoor krijgen. Maar via Facebook, dat merk je wel gewoon, als je daar een recept op zet, dan komt er gewoon heel veel verkeer naar je website. Ja. Maar ik zag op Instagram, had je iets, ik had net gecheckt, 12.000 volgers. Ja, klopt. Dat gaat al best lekker. Volgens mij is dat wel groeiend dan ook. Jawel, we zijn er ook wel mee bezig om wel in elk geval elke dag wel wat leuks online te zetten. En ik bedoel, je moet er toch ook wel een beetje meegaan. Ook al is het misschien nu, werkt het nu nog niet helemaal goed voor ons, maar wie weet komt dat later wel. Je bent vrij jong, want je bent 24 net geworden. En hoe heel vaak met eten zijn mensen bezig op iets latere leeftijd. Hoe komt het dat je zo vroeg al zo creatief bent? Joris en ik gingen uit huis. Toen waren we 19. Dus toen moesten we ineens koken. We konden allebei niet koken. Dus in het begin gingen we ook gewoon zo elke week hetzelfde eten ongeveer. Zo pasta en dan weer gewoon aardappeltjes of zo. En op een gegeven moment, een jaar later, toen was Jorrit klaar met zijn Xbox. Hij was klaar met zijn spelletjes. En toen zei hij, ik ga een website beginnen en hij gaat lekker en simpel heten met recepten. Toen zei ik, oké. Dus hij begon een beetje wat te klooien op internet om een blog te maken. Ik zei, nou, weg, ik doe dat wel eventjes. En toen, vanaf dag 1, gingen we elke dag een recept plaatsen. En wat is jullie geheim dan? Ja, dat het simpel is, denk ik. Dus zijn er niet veel andere blogs die dat ook bieden? Ja, die richten zich misschien ook op andere dingen. Je ziet tegenwoordig ook heel veel die zich alleen maar op gezond ook richten. En dat we vinden gezonde recepten ook zeker wel belangrijk, hoor. Maar het moet ook gewoon wel een beetje normaal blijven. Je moet het gewoon bij de supermarkt kunnen halen en niet al te ingewikkeld. En alle foodbloggers schrijven een kookboek. Dat hebben jullie ook gedaan. Dat is inderdaad wel zo. Wat staat er allemaal in? We hebben 100 nieuwe recepten gemaakt. Dus die allemaal ook niet op onze website komen. Dat vonden we heel belangrijk. Omdat het moet wel een toegevoegde waarde hebben. Wil je €20 betalen voor een boek. En we krijgen veel positieve reacties. We zijn er heel blij mee. En wat zijn de plannen dan voor de rest van het jaar? Dat is wel lastig, want boeken dat hebben we natuurlijk al. Maar ja, onze droom ooit is 1 miljoen bezoekers per maand. Oh, 1 miljoen bezoekers. Ja. Oh, okay. Dus wie weet. Ik bedoel, we zitten nu op 340. Dus het zou kunnen. En wat vind je dus heel erg leuk aan je werk en wat vind je minder leuk? Heel erg leuk. Ja, ik vind het leukste gewoon het koken en de reacties van mensen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Mensen die foto's sturen van, ik heb dit gemaakt en dat was heel lekker. En zelfs mijn kinderen vonden het heel lekker. En dan denk ik echt, wow, dat is echt apart. Dat heb ik eventjes bedacht. Dus dat is dat vind ik heel leuk. Minst leuk, dat je af en toe een negatieve reactie krijgt, maar dat valt eigenlijk bij ons nog wel mee. Mensen zijn eigenlijk altijd heel aardig. Ik ben benieuwd of de mediastudenten ook vragen voor jou hebben. Ja, hoe doe je dat met eten? Dus ik kan me namelijk voorstellen dat als je een recept maakt, moet je er foto's van maken, is het inmiddels alweer afgekoeld. Kun je het eigenlijk niet echt fijn eten. Maak je dan twee recepten op een dag, dat je dan en avondeten maakt en een recept en gooi je dat dan weg of wat doe je ermee? Ik kook veel inderdaad overdag en soms dan kan je wel eens iets bewaren voor 's avonds. Ik maak vaak overdag ook wel hele kleine porties, dus echt voor één persoon en dan eet ik het als lunch of zo. Soms gooi ik ook wel eens iets weg en soms maak ik ook nog wel eens gewoon een foto inderdaad en dan ga ik daarna meteen eten. Dus dan zit ik 's avonds vooral in de winter met zo'n gigantische lichte paraplu en zo. En dan is het inderdaad even snel dan heb ik alles al klaargezet, heel snel een paar foto's maken en dan ga ik eten. Dus dan wordt het niet heel erg koud. Ik vraag me af waarom je per se die 1 miljoen bezoekers wil hebben. Want doe je dat voor het geld of voor de bekendheid? Waarom? Ja, ik vind 1 miljoen wel een soort magisch getal, zeg maar. Het klinkt wel heel mooi. En ik bedoel, je hebt eigenlijk toch, tenminste ik als blogger, altijd een droom om natuurlijk meer bezoekers te hebben. En ja, het lijkt me gewoon leuk hoe meer bezoekers, hoe meer reacties je krijgt van mensen. En, ja, eigenlijk verder geen hele specifieke reden zit erachter. Stel, jij en je vriend gaan uit elkaar. Hoe gaan jullie dan doen? Ja, dat is een goeie. Maar ik denk dat ik het dan uiteindelijk zou doen. Want het bedrijf staat op mijn naam.
En Jorrit die helpt me in het weekend er gewoon mee en 's avonds, maar eigenlijk doe ik bijna alles. Dus het is wel echt mijn ding ook wel geworden. Oh, maar uiteindelijk is het wel gewoon van ons samen. Oké, Sophie, dankjewel voor dit lekkere en leerzame interview. En ik wens je heel veel succes met lekkerensimpel.com. Dankjewel.